Even geleden dat we jullie meegenomen hebben in de tuin, maar vandaag komt het er weer van. Neem jullie mee, laten we zien wat we dit seizoen allemaal gerealiseerd hebben in dit nat, zeer zeer nat voorjaar. Maar je ziet, ieder jaar werkt het, ieder jaar kun je wel iets kweken. Het ene jaar gaat al makkelijker dan het andere. Maar daar willen we het niet alleen over hebben, we willen jullie vooral ook laten zien hoe we de laatste 4 jaar eigenlijk onze methodes hier ook stilletjes aan aangepast hebben, want niks is statisch, onze tuinmethodes ook niet. Daarvoor verwijs ik, die filmpjes dat we 4 jaar geleden opgenomen hebben tijdens corona, Start to Garden, je kan dat zeker nog raadplegen. Kijk dan zeker ook eens hoe dat de tuin er toen uitzag en dan weet je meteen wat je op 4 jaar tijd kan realiseren, want ja, het is nog maar ons 5e seizoen hier, maar toch is heel de omgeving achter ons ook al veranderd. Maar goed. We blijven ons focussen op de moestuin en ik laat jullie even zien waar we nu zoal mee bezig zijn. De afgelopen weken zijn we bezig geweest met de eerste winterteelten planten, zoals onze winterprei, dat is de prei van Akelei. En iets verder staat ook de prei van Bernard. We hebben nog geplant, bijvoorbeeld kooltjes. En dat is een van die dingen waar we de afgelopen jaren wel zijn gaan veranderen, is om nog meer tussen onze kooltjes te gaan voorzaaien. En met nog meer bedoel ik niet alleen maar een teelt om te eten. Want in het midden staat telkens bijvoorbeeld een slateelt gezaaid. Die staat hier nog niet op. Dat is maar vorige week gezaaid geweest. Maar wat wel boven staat, hier bijvoorbeeld, dat zijn onze klaverplantjes. Want daar experimenteren we al een paar seizoenen mee. Met steeds meer groenbemesters tussen onze kolen te gaan inzaaien. Of tussen gewassen. Andere gewassen zoals knolselder of bieten. Die ook ruim staan. Zodanig dat dat bed helemaal groen wordt, helemaal bedekt wordt. Want ja, kolen zitten op 50x50, dat is een grote afstand voor een klein plantje. Dat duurt lang tot die kool die ruimte gaat vullen. En zo kunnen we heel snel alles gevuld krijgen met groene mulch, met levende planten. Warm mulchen we wel nog, het valt misschien minder op, maar in de paadjes is er gemulcht. Hier bijvoorbeeld met druivenblad van de zomersnoei van druiven. Ook ons haagsnoeisel gaat ertussen. We hebben bijvoorbeeld vorige week onze aardbeien gemaaid. Oude planten afgemaaid, dat gaat ertussen. Alles wat we vast kunnen krijgen eigenlijk, gebruiken we als mulch in die paadjes. Zo hebben we propere voeten, minder onkruid en de grond is bedekt. De kolen zijn half mei geplant. Hè. Alles is al wat groter. De groenmester is mooi uitgekomen ook. En de sla daartussen is stilletjes aan bijna geoogst. Dat de kolen nu meer ruimte kunnen gaan innemen. Hier staat onder andere witte kool, Flanders boorkool is die boerenkool dat je daar ziet, die rode spruiten, hè, zowel de gewone spruiten als de rode spruit Red Bull daar achteraan. Dat zijn allemaal de kolen die hier geplant zijn, half mei, ook al voor komend najaar en winter. Witloof, de twee linkse rijen zijn een hybride. Ah, ik weet het, wij zijn niet zo een voorstander van hybride, maar af en toe proberen we wel eens te kijken wat is het verschil tussen zowel hybride als zaadvast, want het rijtje rechts is een zaadvast ras. Dan gaan we eens kijken van wat doet dat naar opbrengst en in welke richting moeten we uit met dat witloof, want dat telen we wel al een aantal jaren, maar minder gericht. Hè. Ieder jaar gaan we in andere gewassen wel eens op zoek naar betere rassen en in witloof is dat tot hiertoe niet gebeurd. Zaadteelt Babel. Ja, daar staat wat onkruid tussen. Dat is nu gewoon nat jaar. Er is veel onkruid. Maar zie onkruid ook als een bron van vruchtbaarheid. We proberen dat onkruid zoveel mogelijk te gebruiken als mulch. Vooral als het in bloei komt. Enkel als het in bloei komt, dan gaan we dat eigenlijk gaan afvoeren naar een compostplaats. Ja, ook de eerste tomaatjes zijn rijp van onze struiktomaten. O33 was weer de winnaar dit jaar. Voor de eerste keer... Ooit hebben we een stukje van de tomaten ook afgedekt. Een rij die heel bossig stond. Die is nog maar 2 weken geleden afgedekt en ook niet permanent. Waarom? Omdat er toen weer een hele week regen uitgegeven werd. En toen had ik zoiets van nee, dit risico gaan we niet meer nemen. Die planten staan helemaal groot. We gaan die afdekken. Want zoals ik al zei daarstraks, niks is voor eeuwig en altijd. Onze tuinmethodes evolueren. We hebben heel graag die rassen die hieronder staan, omdat ze heel vroeg zijn, heel productief zijn. We zitten ook steeds meer in op resistente tomaten, maar echt een vroeg resistent ras. Dat heb ik nog niet zien passeren, dus voorlopig lossen we het zo op. En hopelijk binnen een paar jaar kunnen we eigenlijk naar een resistente struiktomaat gaan. Alle andere tomaten staan nog zonder dakje.
En die zijn niet allemaal resistent. Toevallig zie je daar van achter Primabella en Resibella. Maar hier vooraf, vooraan zijn rassen die zeker niet resistent zijn. Bijvoorbeeld de bewaartomaat giraf. Dit jaar doen we een bewaartomatentest. Een van de leden van Haal meer uit je tuin bracht ons op het idee om dat eens te gaan doen. En je kent dat wel, als je naar Spanje gaat, dan zie je die tomaten rond nieuwjaar in de winkel liggen. Bijvoorbeeld tomaten penjar. Die zijn best goed om uit bewaring te komen, vind ik zelf, qua smaak. Dus willen we daar een keer gaan testen van wat bestaat er van rassen in die bewaartomaten en welke zijn geschikt voor ons hier in België. En hier vooraan een ras waar we een paar jaar al aan het werken zijn, dat is Luc Vichoise. Een selectie die een paar jaar geleden opviel omdat er zoveel tomaten aanhingen. Ja, zie een keer wat een trossen dat zijn. Dat zijn honderden stuks. Van één plant hadden we een oogst van toen meer dan 3,5 kilo. Maar alleen, die tomaten waren zeer compact, zeer laag. Die droogden moeilijk op. Dus zijn we nu gaan selecteren op wat hogere planten. Want er zat best wel wat variatie in die tomaten toen. En hebben we van een paar hogere planten zaad genomen. En dat is nu het resultaat. En we zullen zien of dat dan lukt om daar iets deftig uit te gaan creëren. Dat even productief en lekker is. Want het is ook een lekkere tomaat, niet onbelangrijk. Voilà, de tomatencollectie. Dus we hebben dit jaar weer een ander perceeltje aangeboord. Dat was een schapenweide, maar de schapen stonden hier niet zo graag. Met een hondenweide die de gemeente later gebouwd heeft hier langs. Dat was er in het begin niet. Dus ja, we hebben hier dan de tomaten gezet, allemaal bij elkaar. Nu, die doen het vrij goed gezien de omstandigheden. Hier zijn we nu twee keer door geweest om wat te dieven en slecht blad weg te nemen. Maar er is nog geen echt grote infectie. Alleen vooraan de rij, daar ligt het wat natter. Dat is ja, nadeel, daar zijn de planten wat kleiner. Maar hier achteraan, twee derde van de rij, die staan heel goed en dat komt zeker wel in orde als ze de komende week eindelijk warmer weer en wat droger weer geven. En hier tussen zoete aardappel geplant. En ja, ieder jaar hebben we wel wat nieuwigheden dat we testen. Het zijn niet altijd successen, maar sommige dingen zijn echt wel cool. Bijvoorbeeld hier de nieuwe erwt die nu aan het testen zijn, Avijon. Geruild met iemand uit het Verenigd Koninkrijk, auteur van het boek The Seed Detective, Adam Alexander. En zie een keer, dat zijn peulen die een hand groot zijn. Dus het is toch veel rapper, of je kunt toch veel rapper veel erwten hebben als je grote peulen gebruikt. Dat is toch onze insteek. We hebben nog andere grootpeulige rassen, maar deze steekt er toch wel met kop en schouders bovenuit. Wordt vervolgd. Wat is er op die 4 jaar nog veranderd in de tuin hier? Wel, je ziet dat er heel veel onder net zit en dat hier bijvoorbeeld een kippennet staat. Dat is gewoon om ervoor te zorgen dat we een beetje het gedrag van onze kippen kunnen sturen, want die lopen vrij in de tuin. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat we hier een paar keer schade hebben gehad van de vos die passeerde. En ook was dat mooi meegenomen dat ze vrij kunnen lopen, kunnen ze een kostje bijeenscharrelen, kunnen ze ook wel wat insecten gaan opeten. En in het geval van de eenden wat slakken gaan opeten, want dat was dit jaar toch een hot topic. De slakkenschade viel hier wel mee, toch in het gedeelte waar ze het meeste kwamen. En je zag dat goed in hoekjes waar ze minder kwamen, dat er daar toch een pak meer slakken aanwezig waren. Dus we hebben ervoor gekozen om ze los te laten lopen en meer te gaan afdekken. Want eerlijk gezegd, we waren hier al heel hard aan het afdekken om schade van duiven en kraaien te beperken. Want de kraaien hier, bijvoorbeeld, wat doen die van schade? Op het moment dat de erwten beginnen afrijpen, op één dag tijd kunnen die alles kaal vreten. En ja, we spreken uit ervaring, we hebben dat in het verleden al voor gehad. Een mooie zaadteelt staan hebben. Je komt hier 's morgens, je ziet niks. 's Avonds gaat je naar de erwten kijken en alles is gewoon weg. Dat zie je nu nog altijd, waar dat er erwten tegen het net hangen, die worden gewoon afgevreten. Dus hebben we gezegd van, we kunnen evengoed dat afdekken gaan doortrekken en de dieren loslaten in de tuin.